grappige danstrans. En hoe was jullie dag vandaag? Vraagt Toekorok, zit het naast even niet in Toetok. Vandaag gingen we naar een dorpje in het gebied van Pennebel. Een vriend van ons woont daar en nodigt ons uit. Speciaal omdat vandaag Tilem, nieuwe maan is en er een ceremonie plaatsvindt in de tempel. Nou is dat overal zo, maar daar leek het toch wel heel speciaal te zijn, omdat de dames dan veelal in trance raakten tijdens hun dans en nogal grappig pleegden te doen. Dat is mooi om te filmen, had hij gezegd, als slokkertje om te komen. Onze vriend is net zo'n hartstochtelijk filmer op Bali van alles wat los en vast zit als ik. Mooie omgeving ook, reageert Toetokke. Ja, de tocht ernaartoe was al de moeite waard, de vele rijstvelden passerend, merkt Vivi op. Zittend naast Vivi op het grote bed ga ik verder. Nadat we bij zijn huis waren gearriveerd, maakten we eerst een wandelingetje door de rijstvelden. Al gauw moesten we omlaag via een modderig paadje, dus Vivi haakte af. Maar het was de moeite waard, want er ontvouwde zich een prachtig landschap en dat bij hem praktisch in de achtertuin. Goed voor de ijs, zou onze chauffeur hebben gezegd. Maar het was prachtig met de reisboot terrassen en de wilstroomde rivier diep beneden ons, proberend met veel kabaal zijn weg om de rotsen te vinden. Het begon een beetje te regenen, waarbij spontaan bij mijn vriend en ik de beroemde song aanvingen van Singing in the Rain, welke woorden we al snel vervingen door Singing in the Rice Fields. Na een fantastische lunch, aangeboden door de familie waar onze vriend zijn intrek had genomen, zittend op de veranda met uitzicht op een echte Balische binnenplaats met kippen, hanen, honden en een oude dame die gezeten was onder een loemboek, rijschuurtje, op palen met een hoog dak, gingen we lopend naar de tempel, want die was er niet ver vandaan. Al snel ging het smalle weggetje over in traptreden naar beneden. Onze vriend was zo aardig om Vivi een handje toe te steken. Beneden aangekomen zag je weinig wat op een tempel duidde, slechts een gigantische boom. Dat wel, vlak bij de rivier, waar diverse altaren en schrijnen stonden. Opzij daarvan een kleine, ommuurde ruimte waar de priesters in en uit gingen. Er waren al veel mensen aanwezig, wachtend onder de ballet daar vlakbij, meestens vrouwen en kinderen. Het gamelanorkest was juist aan het arriveren. Zo ook Giromanko, de belangrijkste priester. Onze vriend introduceerde ons bij de vriendelijke slanke man, wiens leeftijd ik ergens in de 40 schatte. Hij had ook een minibaardje, waarboven een onafscheidelijk Kretex-sigaretje vrolijk aan het wiebelen was. Ik zeg onafscheidelijk, omdat het zal blijken dat hij een no-stop roker was. Maar hij had wel een reputatie, want de mensen kwamen van ver om raad te vragen. En zo ook nu. Diverse mensen daalden af met manden vol offeranders. Gezeten bij de priesters stelden ze dan hun vraag, waarop de vrouwelijke assistent-priesteressen volledig in het wit gekleed in trans gingen voor de antwoorden. Nadien werden de mensen gezegend met het heilige water en keken ze heel blij. De lokale mensen onder de ballet waren gewoon aan het wachten en vulden de tijd met wat geklessebes. Wij deden daar aan mee. Vivi had een leuk contact met een dame. Elk sprak in haar eigen taal en toch begrepen ze elkaar. De ceremonie begon met de gebruikelijke rituelen van bidden en zegenen. En dan begon het dansgedeelte waarop iedereen aan het wachten was geweest. En wij dus ook, want hier kwamen we voor. Onze vriend vertelde ons dat deze vrouwen geen enkele educatie hadden gehad op het gebied van dansen. Als zij de vrouwen nadien zijn videoopnames toonden, waren ze zeer verrast dat ze daartoe in staat waren geweest. Maar ik dacht, ja, dat kan wel zo zijn, maar ze zijn Balis. Zijn die geboren getogen, dan zit het toch ook gewoon in je DNA. Maar goed, opmerkelijk is het wel. Een van de dames toverde uit een kist een overwegend wit masker tevoorschijn en toen begon het toch echt. Ikzelf zat op de vloer, vlak bij de grote boom, waar het een beetje hoger was. De toeschouwers raakten opgewonden en de gamelan begon flink tekeer te gaan. Het werd allemaal heel opzwepend. De dansende vrouw met het masker schudde aan alle kanten met haar lichaam en ging demonstratief voor de priester staan met zijn onafscheidelijke sigaretje. Eerst was het allemaal nog heel wanordelijk, maar plotseling leek het dansen toch helemaal over te gaan zoals het hoorde. De vrouw was helemaal in trance, leek het. Ik volgde de bewegingen met mijn camera. Zodanig dat ik bijna zelf in trance raakte, wat voor mij niet helemaal nieuw was, ontroerd als ik kan raken door de hele sfeer. De gamelan droeg daartoe aan bij.
Na een minuut of 10 nam een andere vrouw het over. Ze deed het zonder masker, maar met een strak gezicht, geen enkele emotie tonend. En toen kwam de grappige aan bod. Alleen het masker al was grappig. Ze had veel interactie met het publiek. Ik had ook de indruk dat de mensen hiervoor kwamen. Vanaf een bepaald moment deed ze een kikker na op 4 voeten springend op de vloer. Een kikker? Heus? Toen Kodok is er helemaal bij en enthousiast. Ja, en al springend kwam ze steeds meer in mijn buurt en schudde met haar masker vlak voor de lens van de camera, waarmee iedereen uiteraard flink moest lachen. Het leek er zelfs op of ze me aan het uitnodigen was om mee te dansen. Ik wou best wel, maar heb er niet aan toegegeven, omdat het mogelijk wel eens niet gepast was. Ik ben tenslotte niet van hier. Ik vroeg het later aan Giromanku. In feite was het geen probleem geweest, misschien de volgende keer dan. Wauw, opmerkelijk, reageert de Kodok opnieuw. Dus de volgende keer wil je mij imiteren, misschien kan ik het je leren, maar we moeten gaan. Tot de volgende keer. Droom of realiteit?